tertarjemah. Ik heet Asha, wij zijn eigenaar van Indiase restaurant Mayur Kitchen uit Zwolle. Welke deel specifiek hebben jullie hier? Welke... Nee, wij hebben hier koken die krijgen Delhi. Delhi? Ja, Kolkata, India, Bangladesh, Dhaka ook. En ook Afghanistan in Krijgen. Afghanistan? In Krijgen. Oké. Okay. De uitbreiding Indiase overal wat. En wat is dan, zeg maar, wat is de specialiteit van jullie huis? Specialiteit is tandoor. Ja. Ja. Dat is chicken tikka, lamb tikka, tandoori meti, nambu. En nog een curry correct, sagus. Spinazie met lamps. Ah. Dat is specialiteit. Wat is nou precies naambrood? Wat zit daarin? Het is echt een beetje zoals je normaal deeg ook maakt. Pizza deeg bijvoorbeeld. Ja. Maar er gaat wel bijzondere dingen in. Het gaat vooral om de balans tussen zout en zoet. Ja. Dus als je dat precies goed weet te krijgen en het is heel luchtig, is het wel lekker om bij het eten, bij de curry te eten. Ja. Maar wat maakt het zoet? Zit er echt suiker in? Het zit suiker in, ook een klein beetje kokospoeder. Okay. Ja, dus eigenlijk als je die balans precies goed weet te krijgen, dan is je brood geslagen. En dan moet hij heel luchtig worden. Ja. Het gaat ongeveer 2 minuten in de oven en dan is hij heet, of dan is hij klaar te gaan. Ja. En hoe is dat met al die kruiden en die namen? En, Ja, dus in het begin is het wel een beetje een uitdaging, tenminste als je niks kent. Dan, maar op een gegeven moment dan merk je ook wel dat als je de kruiden weet, hoeveel overal van in moet, dan wordt het goed te doen. Ja. En dan maakt het eigenlijk helemaal niks uit of je nou in Nederland komt of uit India. Dus, Het hoeft niet in je bloed te stromen om het te kunnen. Nee, dat denk ik echt niet. Nee.